Een hamer en een mes zijn de stille getuigen van wat er zich vanmorgen afspeelde in de Priemstraat in Alkmaar. Een 48-jarige vrouw liep er vanmorgen mee over straat. Ze vernielde auto's en een raam van een school. De vrouw werd uiteindelijk neergeschoten door de politie. Aanvankelijk hebben ze geprobeerd om dat te laten stoppen en met haar in gesprek te gaan. Dat lukte niet, want ze liep door. Op een gegeven ogenblik draaide ze zich om en kwam op de politiemensen aflopen. En ze was gewapend met een hamer en een mes. Ja, en dat was voor de politiemensen een hele bedreigende situatie. Zo bedreigend zelfs dat een van de collega's zijn wapen heeft getrokken en heeft geschoten. De schietpartij gebeurde onder de ogen van veel kinderen die naar school waren gekomen. De kinderen zijn volgens ouders behoorlijk overstuur. Degene bij wie op de auto is geramd, terwijl ze erin zat, is al opgehaald. Nou, er zijn nog meer kinderen, die zijn helemaal overstuur. Wij komen aanrijden en we werden al tegengehouden, je mag er niet doorheen. En toen zei een vrouw op een fiets van, er is iemand neergeschoten. Dus mijn kind, die keek al zo van, oké. En ja, dan hoor je dus van andere ouders wat er gebeurt. Dus mijn kind zit niet lekker in de klas. Dat is duidelijk. De verdachte raakte uiteindelijk zwaar gewond. Volgens buurtbewoners is de vrouw al langere tijd verward. Er is meerdere keren gewaarschuwd door buren dat het de foute kant op ging. Nou, we moeten natuurlijk nog uitzoeken wat er nou precies allemaal gebeurd is en wat de aanleiding is geweest van dit verhaal. Dus op dit moment is het nog te vroeg om daar wat over te zeggen. Ja, iemand moet toch wel erg in de war zijn geweest dat zoiets gaat gebeuren. Dat kan je natuurlijk toch niet begrijpen dat zoiets gebeurt en ja... Jammer hoor. Maar ja, ik hoop dat ik mijn auto snel weer kan gebruiken.